wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Waarom denk jij dat er een ander is? Ik denk het niet, ik weet het. Waarom wil je anders stoppen? Omdat het niet werkt. Wat was dat? Wat? Danny. Ik zag niks. Vertelt hij jou altijd alles? Dat denk ik niet, waarom? Ik voel me af hoe dat gaat bij jullie als broers. Vond hij de bruiloft leuk? Ja, volgens mij wel. Hoezo? Hij was nogal bezig. Ziekenhuisbom. Nou, ik heb minder op dan jij, dan rij ik dat stukje wel even. Pas op! Wat was dat? Kun je hem bijbrengen? Ik wil 1-2, dan moet zo snel mogelijk een ambulance. Nee, niet doen. De jongen, die heeft hulp nodig. Niet vertellen dat ik achter het stuur zat. Jij reed. Goede tijden, slechte tijden. Nee, en trouwens, het is werk. Klantenbinding. Ik heb er wat extra vodka voor je ingedaan. Kan je volgens mij wel gebruiken, al het gezeik met u dan. Hebben jullie het nog een beetje uitgepraat? Hoe zit het nou eigenlijk tussen hem en Oud? Accepteert u nou dat jullie wat hebben? Boring. Het heeft ook wel een voordeel. Je bent nu wel helemaal zeker van Oud. Was het al? Ja, natuurlijk wel, maar... Maar dat hij nu dus geld geweigerd heeft, dat betekent dat hij uber veel van je houdt. Wist ik al. Hij is wel een hoop geld kwijtgeraakt, hè, met Epase. Als hij ook maar een beetje had getwijfeld. Nout en ik houden van elkaar. En er komt helemaal niets of niemand tussen. En mijn vader al helemaal niet. Oké. Okay. Vanaf het begin dat we iets met elkaar kregen, toen wist ik gewoon dat het goed zat. Dat voelde ik. Hallo, ik was erbij. Dat was één grote hel. Ja, wat wil je nou horen? Nout en ik zijn stapel gek op elkaar. Dat weet ik wel, maar... En als je dat niet wil zien, dan ligt dat meer aan jou dan aan ons. Waar ga je dan naartoe? Naar huis. Ik probeer alleen maar iets positiefs te zeggen over jullie relatie. Ik wou dat ik zo'n vriendje had. Slome. Oké, we moeten iets doen. Liedje of zo. Ja, de groeten. Jongen, hij wordt 50. Ja, en? Volgend jaar wordt hij 51? Nee, dit laten we niet zomaar voorbij gaan. Laten we op zijn minst een cadeautje doen. Ja, dat komt nog wel. Doe even mee, Mr. Fantastic, hè? Parijs, vroeg de persoon. Ja, heb jij geld te veel of zo? Ja, of kaartje voor een concert? Nee, weet je, we geven gewoon geld. Hebben we vorig jaar ook gedaan, daar was ik toen hartstikke blij mee. Dus, nou, 50 euro voor 50 jaar. Ja, super creatief, man. Dank je. Ja, dan moet het gewoon iets praktisch worden. Zoals een golftas of zo, of een navigatiesysteem voor de auto. Geef gewoon geld. Ja, iets spannenders of creatievers kunnen we toch niet bedenken. Is hij zelf namelijk ook niet. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Het is toch wel een wonder dat hij zulke leuke kinderen heeft gekregen. Waarom zou ik zeggen dat ik reed? Jouw auto, jij reed. Pik je er niet over? Hoe denk je dat Nina reageert als ze hoort dat ik de vriend heb aangereden? Wat heb ik ermee te maken? Anton, simpel verzoek. Het was een ongeluk. Maar dat gelooft ze niet. Voor jou maakt het niks uit, maar ik ben straks mijn dochter kwijt. Ik ben arts. Je zegt net zelf dat het een ongeluk was. Ja, een arts met drank op? Oké, laten we eventjes heel rustig nadenken nu. Tegen de tijd dat de politie arriveert, ben je al een stuk nuchterder. Ik ga deze discussie niet voeren.
Nina hierachter komt, dan ben ik het kwijt. Ja, het bouwhuis. Graag een ambulance zo snel mogelijk naar de Loevenhoutse weg. 2 kilometer van de golfclub richting Meerdijk. Er is een ongeluk gebeurd. 1 slachtoffer. Ik wacht hier. Dank u wel. Ze komen eraan. Anton, alsjeblieft. Als het niet zo belangrijk was, dan zou ik het je toch niet vragen. Ik heb even een overzicht gemaakt van wat er op de veiling is binnengekomen en wie er hoeveel schuld heeft vanwege EPASA. 20.000. Ja, dat is echt heel goed geboden. Ja, maar op een totale schuld van meer dan 110, zeg. Ja, en daarom wil ik even met jullie overleggen over hoe nu verder. Nee. Kijk, mijn eerste idee was, iedereen krijgt een evenredig deel afhankelijk van de grootte van de schuld. Nee. Toch wel zo eerlijk. Maar? Ja, ikzelf hoef bijvoorbeeld niks. Ja, er zijn mensen die het veel harder nodig hebben dan wij. Oh, je wil jouw deel weggeven? Ja. Nina en Lucas hoeven ook niks. Oh, hebben ze dat gezegd? Nee, maar ik weet echt zeker dat ze hun geld niet zullen opeisen. Nee. Oh. Ik zou het heel erg vervelend vinden als iemand anders dat voor mij zou beslissen. Ja, goed, er zijn natuurlijk mensen die ontzettend veel geld hebben verloren. Neem Rick en Charlie, Rosa, Nout. Danny, ja. Ja, ook. Jeff. Maar goed, natuurlijk niet zoveel vergeleken bij de rest. Voor Danny is het wel veel geld, hoor. Ja, tuurlijk. Nou, begrijp me niet verkeerd. Ik wil echt iedereen zo goed mogelijk helpen. Ja, nee, als dat maar duidelijk is. Ja. Daarvoor zijn we hier toch? Om dat met elkaar te bespreken. En daar zeg ik toch ook niks van? Goed, ik zal aan Nina en Lucas vragen of ze hun deel van de opbrengst willen afstaan. En als ze het daarmee eens zijn, dan verdelen we hun geld gewoon over de anderen. Hè? Ik stel voor dat we eerst even naar de situatie van Rick en Charlie kijken. Ja. En waarom? Omdat zij met z'n tweeën 3/4 van de schuld dragen. 80.000 euro. Ja, maar dat is hun eigen keus geweest. Ja, ik vind eigenlijk dat Nout en Danny het meeste zouden moeten krijgen. Want Nouts bedrijf loopt in gevaar. En als dat misgaat, dan is niet alleen hij, maar ook Danny zijn baan kwijt. Is dat nou niet ja, een beetje... Ja, maar Charlie, die heeft haar eigen salon nog. Plus, Rick is in loondienst. Nout? Komt allemaal goed, jongen. De ambulance komt eraan. Moet je hem geen hartmassage geven? Of beademen? Zijn hart klopt en hij ademt. Heeft hij zijn ogen open? Hier. Maak het dan niet moeilijker dan het is. Nou, de ambulance is onderweg. Hij is buiten bewustzijn. Hij ligt in een stabiele houding en hij heeft waarschijnlijk hoofdletsel. Ik ben arts. Ja. 2 minuten dan zijn ze hier. Kunt u mij vertellen wat er gebeurd is? Ja, we kwamen van de golfclub en... Laat mij het maar vertellen, Ludo. Dit... Oké, dus geen hengel? Zie iemand zitten daar. Geen kookcursus? Nee, alsof die van mama in de keuken mag staan. Nou oké, dan wordt het iets als een golftas of zo, of een tennisracket. Ja, nee. Oké, ja. Dan doe dan maar die golftas. Koop jij hem? Ja, is goed. Schrijf jij alvast het liedje. Dag. Ik ga een beetje voor lul staan daar. Just a minute, Mr. Sheridan. This case is far. Weet je wat we moeten doen? Truth or dare. Alle gasten mogen een vraag stellen uit de koker en daar moet hij dan een antwoord op geven. Zoals, wanneer ben je voor het laatst over je nek gegaan? Of ben je wel eens vreemd gegaan? Ja, dat doet paat toch niet, dus... Nou, dat weet je niet. Zou je dat willen weten dan? Nee, maar daar gaat het ook helemaal niet om. En we mogen elke vraag stellen, maar het gaat erom als hij een vraag niet beantwoordt, dan moet hij een bierglas whisky leeg drinken. Jongen, daar wordt hij ziek van. Werden dat paat het nog leuker vindt dan vragen beantwoorden. Ja. Nou, dan moet hij dus dronken worden of liegen. Pa liegen? Ja. Het kan nog heel lang duren voordat dat een keer gebeurt. Nou, dat is toch juist het leuke? Meneer Sanders kent het slachtoffer. Dat is zijn schoonzoon, aanstaande schoonzoon. Ja, Nout Albert. Dat is het vriendje van mijn dochter. Ik ben gewoon verbaasd.
Zo heb ik je nog nooit over Dex horen praten. Nout en Dex, dat zijn verschillende categorieën. Die kun je niet met elkaar vergelijken. Waar is hij eigenlijk? Meneer Sanders is nogal geschrokken. Slachtoffer is buiten bewustzijn. Hij had een klus. Zo laat nog? Ja, hij moet nu alles aanpakken na die hele EPASA-ellende. En trouwens, jij werkt toch ook 's avonds? Waar waren we? U kwam van de golfclub. Eigenlijk valt er niet zoveel te vertellen. We kwamen aangereden. En toen zagen we hem liggen. Het slachtoffer lag er al. Ja, er was verder niemand. Ik vrees dat degene die hem heeft aangereden is doorgereden. Misschien heeft hij niet eens gemerkt dat hij hem aangereden heeft. Hey, liefje. Ik weet niet hoe lang je nog bezig bent, maar we zijn van plan om nog even wat te drinken vanavond in de Koning. Dus misschien kan je daar naartoe komen en Lucas die komt ook gezellig. Ja, als jullie lovebirds er mij bij willen hebben, hè? Tuurlijk. Maar bel me maar als je klaar bent. Ik hou van jou. Doei. Ik ga mee naar het ziekenhuis. Zal ik u daar afzetten? Ja, ik bel eventjes met mijn dochter. Prinses, met mij. Er is iets ergs gebeurd. Met Nout. Dat kan niet. Hij heeft een ongeluk gehad. Hij wordt nu naar het ziekenhuis gebracht. Ik zie je daar. Goed, laten we de bedragen van de schulden van Nout en Danny en Rosa. En Rick en Charlie even naast elkaar leggen dan, hè? Ja. Ja. Rick en Charlie hebben inderdaad de grootste schuld, dat zie ik. Dus lijkt het me niet meer dan logisch dat zij het grootste deel van de opbrengst krijgen. Vind jij? Ik denk dat zij het vervelend vindt als Nout te veel krijgt. Wat zeg jij nou? Nou, ik krijg nou niet bepaald de indruk dat jij en Ludo blij zijn met de partnerkeuze van Nina. Nou ja, wat is dit voor flauwekul? Trouwens, al was het zo, dat heeft hier toch helemaal niets mee te maken? Als jij dat zegt, Janine. Ik vind het zo vervelend. Laten we nou even rustig naar alle mogelijkheden kijken. Ja, heel graag. Want ik krijg een beetje de indruk dat we hier alleen maar voor Rick en Charlie zitten. En als dat zo is, dan... Liefje, sorry. Ik ben in bespreking. Kan ik je straks even terugbellen? Wat? Welk ziekenhuis? Ja, ik kom er nu aan. Ja. Wat is er gebeurd? Nout is aangereden. Nina is daar onderweg naartoe, naar het ziekenhuis. Ik ga er ook nu naartoe. Dat meen je niet. Ik ga alleen. Wat bedoel je? En als er nieuws is, dan bel ik wel, of liever gezegd, Nina belt wel. Ja, dus. Gaan jullie wel. Ik wil jullie net een glas wijn aanbieden. Van ik het huis. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet zeggen. Nou ja, ik zeg het maar gewoon. Nout is aangereden. Wat? Wat is gebeurd dan? Ik weet niet precies, maar hij is naar het ziekenhuis. Ik ga daar nu ook naartoe. Ga ik mee? Ja, ik kan niet afmaken. Maar doe jij het maar zoals jij het wil. Ja? Oké. Okay. Natuurlijk, komt wel goed. Ja. Ga maar. Wat denkt u, dokter? Is er levensgevaar? U bent er geen familie? Het is het vriendje van mijn dochter. Als je iets weet, dan brengen we je op de hoogte. En? Ja, ze gaan hem nu onderzoeken. Wat was dat nou net? Het lijkt me beter te doen alsof wij daar niks mee te maken hebben. Maar dan zijn ze toch zo achter? Ze hoeven maar naar je auto te kijken om te zien dat wij hem hebben aangereden. Nee, is niks te zien. Het blote oog misschien niet. Hey, ik doe dit om jou te helpen. Wees blij dat ik niet gezegd heb wat er echt gebeurd is. Blij? Je had gewoon naar me moeten luisteren. Straks zitten we nog veel dieper in de ellende. We? Wie reten? Ik steek mijn nek voor je uit en dat hoef ik niet te doen. Dus ik zou het waarderen als je je toon een beetje matig houdt. Papa! Waar is die? Hoe is het met hem? We zijn met hem bezig. We moeten nu wachten, prinses.